Hallo iedereen, welkom terug bij de serie Mario plus Rabbids Kingdom Battle op mijn YouTube kanaal. We staan bij de derde rabbit met zwarte stippen die aanduidt dat de moeilijkheidsgraad ultiem is. En dat is de challenge die we vandaag gaan spelen. Ik zie wind, dus een tornado, rijk gebied. Het is een heel erg lang slagveld, zie ik. Jemig, jemig. Oh. Holy shit. Wacht, wat was de beurtenlimiet ook alweer? 12 of zo? Dit wordt een Mario, Luigi en Rabbit Mario'tje. En het bereik gaat maximaal uitgebreid worden. Als dat niet al zo is. Niet bij Luigi in ieder geval. Die ook natuurlijk, want Luigi heeft van nature minder levenspunten dan de rest. En deze natuurlijk. Goed. Dat gaan we nu eens even haarfijn observeren. Maar als er zoveel tornado's zijn, kan het dan ook zo zijn dat die gewoon een keertje van de hele ene end naar het andere end van het slagveld gaat? Of zijn er meerdere tornado's? Dat heb ik nog nooit gezien, maar er kunnen ook meerdere chain jumps zijn en meerdere boos. Het gesteente bij het vulkanisme komt altijd met veel. Dus dat kan ik me goed voorstellen dat ze dat hier... ook gaan doen met meerdere. Maar we gaan het zien. Ik ga het maar wat proberen. Natuurlijk nog wel even eerst de vaardigheden, schema's en zo. Maar die kunnen nog veranderen. Naar aanleiding van mijn bevindingen. Ik denk dat ik hier wel tevreden mee ben voor Mario. Het is natuurlijk wel zo dat de helden nu niet of heel weinig kunnen bijvullen qua levens over deze zeer lange battle. Maar iedereen die dus een bereik upgradebaar naar 9 heeft, die kan dat niet. Maar we gaan gewoon eens kijken wat er van komt. Waar staan de tornado's? Ik heb er nog geen één gezien. Huh? Oh, hier. Het is er toch maar één, denk ik. Anders hadden ze hem symmetrisch gemaakt, denk ik. De battle. Het slagveld. Verder is het overal symmetrisch. Oh, ik had ook nog de kriebelvoeten kunnen doen. Het is natuurlijk de vraag of er ooit een gelegenheid komt waar we weer zo dicht bij elkaar staan. En dat we er dan ook alle drie van kunnen profiteren.
Dus ik zit er zwaar over te denken om deze battle even te restarten en dan het over te doen. En dan gewoon altijd een stap voor de vijand te zijn. In een challenge die ik al gedaan heb, maar jullie nog moeten zien, heb ik geleerd hoe waardevol dat is. Waarom heb ik die gedaan voordat ik deze video ga maken die eerder uitkomt? Ja, omdat ik wilde onderzoeken of de ultra moeilijke challenges te doen zijn met de helden die uit die wereld komen. Die net de challenges van die wereld hebben voltooid. Die challenges, ultra moeilijke challenges, die zijn dus in het geheime hoofdstuk. Even kijken of er nog iets anders is wat ik ze kan meegeven. Kan Luigi daar ook komen? Logischerwijs denk ik van wel, ja. Oké. En dat is het uiterste van Mario. Alright. Oei, kan dit niet tot aan... Wat ik dan zou kunnen doen is een magneetdans. En dan komen ze iets dichterbij en dan zou Rabbit, of dan zou Mario een stampsprong op ze kunnen doen. Stampsprong op één naar keuze. En dat wordt natuurlijk deze, omdat die het verste. Daar zit aan de rand van zijn bereik. En bereikt Luigi dat? Nee! Oké, dus dan moet hij eentje terug. In het vervolg. Ook al staat hij dan ongedekt. Oké, goed om te weten. Zo, dan staan we in dezelfde positie, maar dan eentje terug. Dan zijn we in dezelfde situatie als de vorige keer, maar dan staat Mario eentje terug. En de tornado is er niet. Waar is de tornado? Hier is die. Oké, hij kan dus op verschillende plekken staan. Nu is de vraag, waar gaat hij heen? Gaat hij zo? En is het verstandiger als ik hier sta? Denk het. Ik heb het gevoel dat deze irritant gaat worden. En dan... Die kan ik niks doen. Dit is een Ziggy. Ziggy. Ziggy Valkure. Volkuren, geen ondersteuners. Die mag ik absoluut niet in leven laten, omdat die natuurlijk gedane schade ongedaan maken. Deze natuurlijk. Dat is eigenlijk een no-brainer.
Nu moeten we observeren of die recht op Luigi afgaat. Ik zag hem niet, dus ik werd even bang, maar... Hij was nog niet in beeld. Oké, ik kan niet zeggen dat ik hier tegen ben. Ik kan niet zeggen dat ik dit heb willen tegenhouden. Dat Mario verder in het slagveld staat. Superkans. Ah, hier ben ik wel tegen. Want nu wordt het Mario en Luigi alleen... Ik denk eerst de lijfwacht, want er staan een aantal schurken op scherp. Om het zo maar te zeggen. Ze hebben een schurkenzicht. Het zou ook wel een goede naam zijn voor een challenge. Trouwens, schurken op scherp. Ah, en er komen al... Weer rabbits hier omhoog. Dus ik denk dat je wel degelijk geacht wordt om te weten hoe Luigi werkt. En hoe je zijn dubbele teamsprong benut. Ik zet hem hier, want dan kan Mario ook nog iets verder dan alleen zijn loopbereik. Dan zou hij ook nog een teamsprong kunnen doen met Luigi. En als ze nou slim zijn, dan is deze spookpletter de eerste die ze uitschakelen. Dan is het één schot van Luigi en één schot van Mario. Twee van Mario is zonde op die pletter. Terwijl die beter gebruikt zou kunnen worden op de Lava Ziggy. Even kijken of dat uitkomt. Op de manier die ik hoop dat gebeurt. Oh, er staan daarboven ook nog lava kiekeboes volgens mij, maar die kunnen niet. Beschoten worden met het heldenzicht. Want die zijn nooit onderweg, die ja, teleporteren. Luigi, 3 keer. Oh, hij kan niet aanvallen nu in elk geval. Want dat is wat Ink doet. Kun je geen aanval meer plaatsen.
Ik denk dat het niet uitmaakt waar ik ga staan. Als ik door die buis heen ga, dan kom ik altijd even ver. Dus als ik de buis haal, dan is dit goed, denk ik. Ik had echt gehoopt dat hij aan de andere kant zou gaan staan, maar ja, het spel werkt weer niet mee. En ik heb geen eens verbetering. Ik denk niet dat ik dit wil doen. Ik denk dat dat zometeen hier beter uitkomt. Maar we zullen zien. Wat gaat de tornado doen? Ik denk dat hij terug gaat naar de originele plek. Die kan er nu niet voorbij. Die heeft nu geen 100% kans. Ah, hij raakt hem wel. Dan zou ik net niet genoeg hebben om nog één te incasseren. En dan blijkt het dus dat ik toch meer levens nodig heb. Oké, eerst maar eens kijken met Mario. En dan doe ik hier een hamer of zo. Hameraanval. Om nog te redden wat er te redden valt. Luigi moet echt als de winnaar weer gaan naar de. Oh, dat kan niet, want dan kan hij niet van bij Mario. Hij moet dezelfde tackelen als Mario. Om er voorbij te komen. Dan moet hij hierheen. En wat is hier? Hij kan er omheen. Even kijken wat Mario zou kunnen in de volgende beurt. Mario kan niet bij hem komen. Ja, dan heb je dus eigenlijk de alle drie de helden nodig om deze afsnijweg te nemen. Dat is iets om rekening mee te houden in een volgende poging die er waarschijnlijk gaat komen. Al had ik gehoopt van niet. Ik zou hier achter kunnen gaan staan of zal het me niet beschermen voor dus ondersteuners. Die kunnen hun wapen en het er gewoon overheen gooien. Ik denk dat hier de beste plek is. Nou, we zien wel wat hij doet.
Verder zijn bij Rabbit Mario geen rabbits meer die hem kunnen bedreigen. Als deze weg is. Die ik aan het tackelen ga. En deze. Hopelijk met zijn schot. Maar dat kun je dus niet zien via de tacticam. Maar het is hem wel. Dan moet maar Rabbit Mario maar daar achter blijven en bidden. Calavera. Kan daar niet van afkomen, maar kan wel waarschijnlijk een wapen eend ergens heen gooien. Al zal het niet tot Mario reiken. Ik hoop dat hij zich op Mario richt. En komt hier nog iets omhoog? Nee. Dan hoop ik dat het de volgende beurt ook niet zo is, tegen beter weten. Ja, die gaat telkens dezelfde kant op. Tenminste, die volgt een soort circuit. Maar dat vormt geen gevaar meer voor ons. Opvallend genoeg. Oké, die gaat dus op degene die ik voor ogen had. Die... Oh, die was er nog. Maar opvallend genoeg gaat hij niks doen tegen Rabbit Mario. Oké. Ik weet niet of dit had gekund. Anders heb ik echt heel veel geluk gehad. Dan moet je even bij beweging kijken. Doet er nu niet meer toe hoor, maar... Oh, wacht, dat is helemaal hier. Zelfs nog achter de... Het gebied van de tornado. Ja, ik... Ja. Het klopt ook wel, want ik heb heel goed nagekeken dat hier in ieder geval niks stond, maar die... Kiekeboes, die waren er inderdaad nog wel. Het is een beetje een probleem dat iemand die hier nu opkomt, is het Mario of Luigi, die komt er niet meer af. Omdat er voorlopig niemand is die de ander erheen team springt. Oké, Luigi staat veilig. Hij mag alleen niet schieten op de lavapletter die hier staat. Voor de rest heeft hij volledige dekking tegen de lava Ziggy. Nu ik erover nadenk, kan hij ook niet van dat eiland af. Ja, hij kan het incasseren, die 105. Alleen waarschijnlijk gaat hij dan ook weer die vijandkrachtmacht doen. Waardoor Mario weer dat niet kan incasseren. Ik ben er bijna, alleen ik ben zo bevreesd voordat Mario hier uitgeschakeld wordt door die spookpletter. Oh, en hij staat natuurlijk ook onder schot van die schildgever. Ja, dus er komen nog wel wat... komt nog wel wat bekijken, die instant shoots. Hij moet nog wel wat instant shoots hebben. Even kijken. Ik heb niemand binnen bereik. Dat is waar ook. Want ze staan alleen nog met hun oren boven de grond. En dan worden ze nog niet gedetecteerd door een beveiliger. Dus ik ga met 5 helderzichtschoten proberen. Of nee.
Het is maar één schot. Omdat ik Luigi zijn ding niet geactiveerd heb. Oh shit. Ik heb Luigi's vaardigheden schijnbaar niet geüpgrade toen ik in het hoofdkwartier was. Ik heb die van Mario en Rabbit Mario gedaan, maar die van Luigi was ik achteraf vergeten. Shit. Op hoop van zegen, echt. Ik heb niet slim gespeeld. Ik zou het volledig begrijpen als ik deze battle moet overdoen en de kennis van nu moet toepassen. Ja, al die ziekies. En ondersteuners en hoppers nog. Dat gaat hem niet worden. Ja, die is in één keer. Wat had je moeten doen voordat hij... Nee. Want die pletter kan er nog aanvallen. Opnieuw. Want ik wil alle helden in leven houden. Dat heb ik het hele avontuur zo gedaan. En dus ook bij de challenges. Ik heb eigenlijk... niet veel last meer gehad van super effecten nadat die ene Rabbit Mario te grazen had genomen. Maar ik ga toch voor Rabbit Luigi die de super barrière heeft en daar immuun voor zou kunnen zijn. En ik ga natuurlijk even... skill scheme van Luigi weer oppeppen. Dit wordt hem dan. Zo, ja, eerst Mario's heldenkracht macht. Dan mag Luigi de kriebelvoeten gaan doen. En Rabbit Luigi loopt als eerst. Dan mag hij een aanval met een explosie doen op de Rabbits. Aan de andere kant van het blok. De Valkuren overleeft het net. Dan gaat Mario een teamsprong doen. En een stampsprong op de Valkuren. Die gaat dan helemaal neer. Ik ga eens via de andere kant. Zou dat ook werken? Luigi. We gaan het zien. Ja. Wat zien we aan die buis? Geen idee. Dat is een gevaar.
dat dacht ik al, dat hij niet naar de hoek zou gaan, maar naar de overkant van de... ...ding. Dit is allemaal niet spannend. Omdat hij die barrière nog heeft. Het wordt spannend als hij hem niet meer heeft. Oh, Mario staat buiten bereik. Oh, daar had ik niet over nagedacht. Dat zou kunnen gebeuren als ik te ver zou afwijken van mijn reguliere route. En hij heeft geen super effect. Oké. Wint de levenspunten gelijk terug. Ik verwacht nog niet dat die allebei uitgeschakeld gaan zijn. Zeker niet als Mario er niet bij kan. Oké, welke kant gaat hij op? Oké, die hebben we weer die. Diagonaal naar de andere kant, volgens mij. Ja. Oké. Nou, als Mario in de hoek staat. Heb ik geleerd in een eerdere challenge. Dan is hij niet in gevaar. Omdat hij alleen maar de plus als hitbox heeft. De tornado. Volgens mij is dat zo. En ik ben gewillig om dat op de proef te stellen. Voor wat extra schade ga ik even erboven staan. Vind ik leuk. En nuttig ook nog. Alleen het kan nu niet meer zo zijn dat ik... iets aanval, omdat het buiten bereik is. Kak. Ja, anders was hij uitgeschakeld, maar ja. Wat? Hè? Wordt Mario helemaal daarin gestuiterd dan? Oké, dan moeten Mario en Rabbit Luigi zelf maar hun inhaalrace gaan verzorgen. Ik kan niet zien wat hij doet, want er staat een grafkist voor. Een grafkist met een piano. Ah, dat kan nu nog wel. En dat doet hij ook. Mario wint nog wat terug. En die kan Luigi ook aanvallen. Fuck. Niet over nagedacht. Niet over nagedacht. Hij zit erop, jongens. Hij zit erop.
Maar nee, Mario deed zijn best om hem niet te raken. Oké. Eerst die weg. Ja, dat is wel wat verder. Die kiekeboe gaat zich toch weer verplaatsen. Spookpletter kan nergens komen. Dat voor ons een gevaar is. Dit is wel een goed idee om te doen. Met name ook omdat hij een gevaar voor Rabbit Luigi kan zijn als die dus hier verder terug gaat. En ook voor Mario. En nu is het no problem. Oké. Oké, dat kan precies. Twee cellen opschuiven. Oh no. Oh, gelukkig geen super effect. Thank God. If he exists. Die blijft altijd maar op het platformpje. Misschien wel geinig om te kijken wat die platter gaat doen nu. Dan andere optie is dit. Was dat 129 of 29? Ik kon het niet zien.
Lava hopper, lava hopper. Dus, 160 schade mogelijk. ...200 nog wat. Ik denk dat het niet waard is om... ...hoe heet dat? Nu al door die buis te gaan daarheen. Die kan niet bij ons komen. Mario kan hier niks meer mee. Dat is oké, die tackelt wel weer iemand. Dat is oké, die kan niemand bereiken. Die ook niet. Zorg er even voor dat die hoppers er niet meer door kunnen. Wat gaat die nou doen? What the actual hell? Hij ging dus helemaal omlopen om een teamsprong te doen, maar dat had dus ook al in eerste instantie gekund. Eigenlijk, als hij er gewoon heen liep. Kiekeboe. Ondersteuners. Gaan ze ook nog wat doen? Oh, hij leeft nog. Maar die loopt achter de feiten aan. Ah, ik kan hem niet meer bereiken. Wat? Hoe is dit gebeurd? Oké, I get it. Ik mag niemand tackelen. Het kan zo. En dan... nog een keer vampier. Krijg ik heel veel terug. Maar... dan kan Luigi dat nog eens dunnetjes overdoen. Door eerst te tackelen, denk ik. Wat doet hij? 80. 32. Kan Luigi dat aan? Na de aanval wel. Maar ik denk dat het bereik te groot is. Dus hij valt ook zichzelf aan. Dus ik moet nog een beurt wachten. Ik kan ze in ieder geval allemaal een verzwakking uitdelen. Mario kan niet meer bewegen. Haal ik die maar uit de weg. Ook al is die eigenlijk geen gevaar meer. Zolang Mario maar door de buis gaat, dan heeft hij die platter al afgeschud.
En hij mag natuurlijk die nog even aanvallen. Voor de levenspunten. Ja, die tornado geloven we wel, daar zijn we allemaal voorbij. Op Rabbit Luigi. Moet ik nog even goed mijn kopje erbij houden. Dus dan zet ik hem weer even op normale snelheid. Ja, dat geloof ik wel. Die kan. Die kan het wel weer terug tackelen. Oh, hij kan twee keer. Terwijl ik eigenlijk vier keer had gewild. Maar ja, zover gaat het vaardighedenschema van Rabbit Luigi gewoon niet. Dus. Nu lijkt me hier de verstandigste plek. Ze hebben in ieder geval wel vampier, die twee. Dus dan kunnen Mario en Luigi, die daar langs lopen, nog even wat terugwinnen. Oké, hij kan de bovenverdieping halen, dat is mooi. Maar die optie grijp ik niet aan. Want dan staat hij onbeschermd. Dan Luigi. Doet de lava hopper. Als tackle. Teamsprong met Mario is nu niet handig. Want hij kan niet zo ver. En bovendien zou die nooit Rabbit Luigi bereiken. Wat nou als Rabbit Luigi helemaal aan het uiterste gaat staan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negen. Nee, dat wil ik niet. 10, 11, 12. Volgens mij zou dat precies moeten kunnen. Alleen dat heb ik niet gezien destijds. Van dat. Van die eerste poging. Ik weet niet of het echt kan. Nee, vanaf hier sowieso niet. Maar ik vind het heel jammer dat ik dat niet heb uitgeprobeerd.
Die haal ik nog wel even weg. Nu ik er toch ben. Welke wil ik het meest weg hebben eigenlijk? Spookpletter, die kan mij nooit halen. En de lavahopper, ja. Alavera is geen gevaar meer. Het voelt alsof het niet echt clean gebeurd is, deze challenge. Als ik hem nu haal. Daar komen al die ribbons dus omhoog. Calavera kan niks meer doen. Nee. Die gaat bewegen. Die valt Rabbit Luigi aan, maar die is immuun, dus dat is oké. In ieder geval voor de super effecten. Schade wordt ook verminderd. 2 keer 39, 55 tikkelschade. En doet ook zijn schurkenzicht. Pletter kan niks meer doen. Die pletter kan niks meer doen. Die kan daar nog gaan staan. En doet nog een aanval met een inkt super effect. Waar het niet dat Rabbit Luigi immuun is. Lava platter komt dichterbij. Is oké. Andere lava platter komt dichterbij. Vond nog geen gevaar. Immuun. Oh, die andere is ook... gehoningd. Of die is wel juist wel gehoningd. Omdat hij natuurlijk niet die barrière heeft. Die kan er nooit meer komen. Nu zijn we aan zet. Ik vraag me af. Die heeft een superkans. Als ik nu ga lopen. Gaat hij me dan schieten? Gaat hij er dan voor zorgen dat ik naar de andere kant gestuit word? Als dat zo zou zijn. Dan kan Luigi de volgende beurt zijn teamsprong doen. Maar als hij nou hetzelfde van plan is, dan stuit ik weer de andere kant op. Ik heb toch het minste baat bij dat deze dat doet. Alleen dan heb je weer dat Luigi daar binnen bereik staat. Binnen de schaderadius. Lastig. Oh, hij zag me niet. Nog beter. En Luigi kan natuurlijk deze doen. Maar wat gek dan dat hij mij niet zag. Mario was toch binnen zijn gezichtsveld? Hij kan toch wel langs zijn teammaat schieten? Anyway, waar zou ik gaan staan als... Oh... Omdat ik dat dus van plan was, moet het nu wel gebeuren. Dan moet Luigi nu
Of dan moet Rabbit Luigi nu wel naar dat eiland geschoten worden. Denk dat het beter is als ik hem dan zo beweeg. Kantje boord hoor. Maar het lukt me wel. Het is niet clean, zoals ik zei. En ik moet eigenlijk ook nog even uitproberen. Ja. Of ik goed heb ingeschat dat die afstand te groot was. Want anders heb ik iets extreem handigs over het hoofd gezien. Oké, dan nu. Het moment van de waarheid. Had het mogelijk geweest? Nee. Want, hoe ver is de teamsprong totaal? Laten we even kijken. Beweegbereik van Rabbit Mario is 9 cellen. En het teamsprongbereik van Luigi is 1 cel verder, dus 10. Oké. Okay. Nou. Goed, weten we dat ook weer. En hier eindigt gelijk de aflevering. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En je kunt abonneren op dit YouTube-kanaal door bijvoorbeeld op mijn hoofd te klikken. Kun je er nou niet genoeg van krijgen? Geen zorgen. Je kunt rechtstreeks belanden in een andere video van mij, waaronder de volgende video in deze serie door op een van de kaarten die reeds rondom mij verschenen zijn te klikken. En dan wens ik je nog veel kijkplezier. Doei!